camera staat Renike. We staan hier bij de Meep, een van onze locaties waar we allemaal sporten. En we nemen jullie mee in een kijkje bij onze opleiding. Kom maar mee! Mijn ijszaal. Hier doen we allemaal schaatsporten en doen we ook zoals ijshockey en zo, allemaal dat soort sporten. En nu gaan we naar de grote ijs. We komen nu uit bij de grote ijslaan. Hier doen we altijd de wintertriathlon. Dat is 25 rondjes schaatsen en dat is dan in totaal 10 kilometer. Zoals je nu ziet zijn er al een aantal mensen aan het schaatsen op de ijsbaan. En... mooie ijsbaan, hè? En nu gaan we verder. Kom. Dit is het café en hier lunchen we. Maar we moeten natuurlijk wel de gezonde hapjes en de gezelligheid. Dit is de turnzaal. Een van de leukste sporten die er bestaat. En nu gaan we naar de volgende zaal. Nou, we zijn nu in onze grote topsporthal. Rico, kom weer het balletje trappen. Het belangrijkste vakken is les en leiding geven. Hierbij een korte instructie van de chesspaas. Hou je vingertop op de bal, goed je elleboog naar buiten en natuurlijk de bal dicht bij je borst. Stap uit en gooi. Vangen. We hebben hier voor het vak bewegingsrecreatie een kwinning gekregen van een toptrainer. Dit is ook een theorielokaal. Ik vind het fijn dat we vanuit onze theorielokaal meteen naar de praktijkvak kunnen gaan. Hier de vakken. Schermen, in je kracht en nog vele andere zelfverdedigingssporten. Angaren! Hier hebben we de theorievakken. We hebben hier didactiek, trainingskunde, Nederlands, Engels, rekenen. En zo ziet de zaal nu leeg, maar we hopen binnenkort snel weer jullie les te gaan. We zijn nu aangekomen bij het Horizon College. Je hebt hier heel veel verschillende opleidingen. Maar sport en bewegen is de leukste opleiding. Dit is de fitnesszaal. En hier leggen wij onze basis. Rug recht en goed door je knieën zakken. Dit is een mooie uitvoering van de squat. Dit is de docentenkamer. Als wij vragen hebben, kunnen wij hier altijd terecht. Ook een leercentrum. En hier kan je opdrachten maken, lesvoorbereidingen, als je dat graag in stilte wil doen. Als eerstejaars vond ik het landkamp super leuk. We gingen allemaal activiteiten doen met de hele klas. En zo leer je elkaar een beetje kennen. Ik weet niet hoe het bij jou zat. Wat ik het leukste vind aan het eerste jaar is dat je leert hoe je moet lesgeven. Dit was de rondleiding. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Ik hoop jullie snel te zien op het Horizon College Sport en Bewegen. En wij gaan nu naar huis met deze lange dag. Doei! Doei!